Hallo allemaal. Jullie zien het, er is een Pokémon Go extravaganza. Ja, met egg, met dubbel G. Het is weer een event. En dit keer draait het allemaal om eieren. En waarom zouden nou dit weekend, deze week, een event om eieren draaien? Misschien heeft het iets te maken met Pasen. Ik weet het niet, het zou zomaar kunnen. Maar laten wij eens gaan kijken wat dit event nou precies inhoudt. Even kijken, laten wij beginnen. Nou, veel lopen. Het begint vanaf vandaag, dat is april 13, om 1 uur in Amerikaanse tijd. Dus dat is voor ons vanavond laat. Tot en met 20 april. En er komen uit de 2 kilometer eieren meer verschillende Pokémon. Maar ja, die 2 kilometer eieren, die krijg ik net zo vaak als dat ik de 10 kilometer eieren krijg. En hoe vaak is dat? Nou, dat is niet zo verschrikkelijk vaak. Trouwens, ik heb nog een 10 kilometer ei en dat zal ik jullie laten zien aan het einde van dit stukje wat daar uitkomt. Dat is misschien ook wel leuk, dan kan ik die er meteen bij doen. Even kijken, wat is er nog meer zo? Nou, ik krijg meer candy per ei dat je eruit haalt. Dus als je een ei uitkomt, krijg je ook meer candy voor die eieren. Dat is leuk, dan kan je je Pokémon sneller evolueren. En je gaat sneller levelen. Dus als jij nog geen level 30 bent of je wil naar level 40 toe, dan ga je dubbel XP krijgen. En als je het met een Lucky Egg doet, ga je dus 4 keer zoveel experience krijgen. Wat ze dus ook nog hebben gedaan, zeggen ze hier, is dat ze de Lucky Eggs nog een keer de helft van de prijs hebben gemaakt. Dus als je ze wil kopen, is nu een goed moment om Lucky Eggs te kopen. Mijn vrouw had heel veel Evolve Sessions met een Lucky Egg, omdat zij de experience ook belangrijk vond. Ik vind die experience nooit zo belangrijk. Ik ben nu level 30 en dat vind ik eigenlijk zat. Want veel meer winst is er niet bij. En nou ja, dit event dat begint dus vandaag. En het begint voor ons vanavond. En voor die Amerikanen begint het straks. Ik hoop dat jullie het nog steeds spelen en dan nu gaan wandelen. Maar wat wij nu gaan doen is, wij gaan nu even overschakelen naar mijn 10 kilometer ei dat net is tevoorschijn is gekomen op mijn telefoon. En dan gaan wij kijken wat erin zit. Ik hoop natuurlijk nog steeds dat Aerodactyl erin zit. Maar laten wij even overschakelen naar de telefoon. Oké, dit is mijn ei. Het is een 10 kilometer ei. Wat zou er in dit ei zitten? Zit er een Aerodactyl in? Dat is natuurlijk wat ik wil. En dat gaan we nu uitvinden. Wij gaan nu zien wat er hierin zit. En het is een Gligar. Gligar zit in het ei. Dat vind ik wel cool, want ik heb hem nog niet. Dus dat is wel relaxed. Maar ja, ik had liever ik had liever Aerodactyl gehad. Het is niet anders. Ik heb Gligar, ik ben er blij mee. We gaan nog eventjes kijken of het een wonder is. En terwijl we dat gaan doen, zeg ik dankjewel voor het kijken. Het was een korte video, maar er komt vast nog wel meer Pokémon Go. En aan het einde van het event misschien ook nog wel een video. Tot de volgende keer.